Hey gasten, dit is de FIFA Experience. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we weer verder met het Benelux team, Nederland slash België. De vorige wedstrijd, tenminste groepsfase, zijn we al doorlopen. De laatste 16 hebben we ook al gehad. En daar hebben we natuurlijk 10-0 gewonnen, gekke werk. En nu gaan we dus de kwartfinale spelen. Laten we zien hoe het gaat. We hebben gewoon weer heel ons team paraat staan, klaar om te knokken. Let's go. Oké, tegen België. Nou, wij zijn natuurlijk al Nederland-België. Even kijken wat voor team hij heeft. 85 algemeen waarschijnlijk een Zuid-Amerikaans team aan de manager te zien. I3 speelt hij. Met een CA natuurlijk Messi dan. Gámez. Ik zie ook nog weer Cuadrado, Perez. Luis Gustavo, Guarín, Philippe Luis, Dede. Dante. Een aardig goed team. Even kijken of wij weer zo goed kunnen spelen als de vorige pot. Huntelaar, mooie paas. Goeie aanname. Oké, Dembele pakt hem op. Huntelaar, come on. Ah, dat zijn echt die perfecte ballen voor Huntelaar. En Tech pakt hem op, maar dat doet een beetje knullig. Howard heeft hij trouwens op doel. Geen chemistry, maar ja, keeper heeft niet echt altijd chemistry nodig. Dat is altijd maar een kwestie van geluk. Verlijn pakt hier de bal af. Legt hem op Benteke en Benteke schiet hem binnen. Wat een mooie voorzet. Langs alles en iedereen, behalve Christian Benteke, 1-0. We gaan weer aan de leiding, 16e minuut. Oh shit, dan gaat Messi tegen Courtois. Courtois. Ah, Courtois, Messi, dan wint Courtois meestal. Dat is een leuk wistje datje. Courtois heeft 7 keer tegen Messi gespeeld. In de Primera División natuurlijk, toen hij bij Atletico. En nog nooit heeft Messi in een van die wedstrijden tegen Courtois gescoord. Dus laten we hopen dat dat ook niet hier op FIFA gebeurt. Het heeft natuurlijk niks mee te maken of zo, maar het is gewoon Courtois die kan Messi dus wel tegenhouden. Maar misschien niet Gámez. Oh. Phew. Ah, toch nog een penalty, man. Gaar. Wie neemt hem? Gámez. Of gaat Messi hem nu nemen? Nee, Gámez. Kom op, Courtois. Ja, wat een prima redding hoor, Courtois. Fucking held. Ja, mooie paas. Benteke. Benteke, ah, geniet daalt niet, helaas. Ah, nee. Messi scoort tegen Courtois. 1-1 staat het weer, balen. In FIFA heeft dus blijkbaar niet geholpen, Messi Courtois. Er staat nog een beetje aan, helaas. Ik hoop Benteke, laat je horen, Benteke. Ah, man. Nou, oef. Dembele. Hij mag er niet uit. Pak hem gewoon de hele tijd op zijn helft. Ja, mooie paas zeg. Nu lopje. Ah, veel te hard, Huntelaar. Klaas Jan. Stuntelaar. Ja, goed. De Bruyne schiet. En ah, Tim Howard met de redding. Weer een kans voor de Bruyne. De Bruyne met de corner. Misschien kunnen we even net voor rust scoren. Dat zou chill zijn. Vermalen, brengt hem weer erin. Nee. Oké, nou, we gaan rusten met een 1-1 gelijkstand. Wij zijn wel veel beter, als zeg ik het zelf. We zullen zien hoe de tweede helft gaat. Laten we gewoon hopen dat we een paar keer kunnen scoren. Huntelaar aan de bal. Huntelaar nog steeds. Verlijn neemt over, schiet. Ah, de redding van Tim Howard. Nee, joh. Rodriguez helemaal vrij in die kant. Goeie rennen van de keeper, alleen nu krijgen we al een corner tegen. Fellaini staat erbij, Fellaini staat erbij. Oh, die verliest het gewoon van Dede. Courtois brengt gelukkig de redding. Moeten we nog een keer een corner overleven, zeg. Nee, oké, gelukkig. Fellaini, goed gedaan jongen. Oké, kom op Benteke. Schiet, ah jammer. Keeper. Oh nee joh. Courtois, man, hoe kan dit nou? Courtois die kon gewoon wachten en hem klem hebben, maar ja. Fuck. Ja, goede sprintactie van Depay zeg. Nu de voorzet. De voorzet, come on, iemand binnen schieten dan. Ik zit hier op beter bashen, maar je wilt er gewoon niet in. Memphis. Kom op, iemand. Ja, come on. 2-2, Benteke.
zat er al een beetje aan te komen. We zetten gewoon heel veel druk. Het is wel een beetje een frommel goal, een beetje met geluk, maar ach, boeien. We hebben gescoord, daar gaat het toch om. We willen gewoon zover komen. Op welke manier, maakt niks uit, maar dan moeten we deze wel tegenhouden. Ah, jongens. Godverdomme zeg. Ja, donder op met je kut celebration, man. Kop Huntelaar. Ah, jongen. Come on, let's go. Dan mijn eigen goal. Fucking boeien. Dat was al gewoon zo'n goede paas dat hij of eigen goal of Huntelaar zou hem binnenschieten. Dus jij had niet echt een keus. 3-3 staat weer 50ste minuut. We gaan door, want we willen de 4-3 nog even maken. Maar we moeten vooral opletten dat we niet nog gelijk weer eentje tegenkrijgen, zoals de vorige keer. Dat zou helemaal een ramp zijn. Hoppa, kom op de paai. Dit is jouw moment. Dit is jouw moment. Ah, oh, man. Oké, ik ben tekken. Doorzien. Ja, goed, jongen. Goed. Ah, corner. Man, daar zaten we dichtbij. Oké, misschien dan bij de corner. Ben tekken. Ah, man. Oké, we gaan de verlenging in. Dat had een mooie afsluiter als Ben tekken die nog even erin geschoten. Maar, kan niet alles mee hebben. In ieder geval gaan we de verlenging in. Een paar keer waren we achtergekomen, maar dat hebben we even snel goed gemaakt. En laten we hopen dat... Ja, we gaan maar even wisselen trouwens. Even kijken wie kunnen nu... Oh, what the fuck is dit? Dit is echt een bug, maar ach. Ik wil toch gewoon... Wat is dit nou, jongens? Ik ga hier naar de fucking space selectie van die andere. Ja, kan ik... Hier, hij heeft wel Wayne Rooney. Leuk, hij heeft de paai van Per... Oh, van Persie. Kan ik van Persie erin zetten? Oh, maar wacht, dan kan ik... Ga ik ook gewoon wisselen? Zo... Hou het voor de paai. Even kijken of het gaat lukken. Anders zien we gelijk dat dit een fucking bug is. Al gaat Hou het wisselen voor de paai. Blind voor Huntelaar. Oké, nou in ieder geval lukt het niet. Ik kon wel een soort van zijn opstelling en zo veranderen. Maar dat zie je gewoon niet terug bij zijn ploeg. Anders zou het natuurlijk ook wel een soort van cheaten zijn. Maar anders hadden we misschien wel gewoon een bug gevonden in FIFA. Het zou grappig zijn geweest. Maar het hoort sowieso niet dat je gewoon zijn team en zo eenmaal hoort te veranderen. We zijn natuurlijk met 2 player. Maar in ieder geval, wij brengen Lukaku en Mertens erin. De paai. Blind, ja, Blind had even verkeerd gewisseld. Kan gebeuren. Maar Huntelaar is er zo al uit. Dan gaan we weer. De Bele, ja, die kan door. Schiet. Ah, oh, man. Balen, balen, balen. Dan gaat de Bruyne weer. Voorzet, ja. Ah, ja, oh man, Benteke, kopkans. Likte de lat. En we gaan rusten. Eerste helft van de verlenging is voorbij. Niet echt heel veel gebeurd. Ja, voor ons heel veel kans eigenlijk. En hij heeft gewoon geen enkele kans gehad. Dus tweede helft van de verlenging moeten wij gewoon eroverheen gaan. Laat het hopen. Ja, zo verloopt eigenlijk ook altijd de eerste helft. Ik bedoel, gewoon de volle 90 minuten is eigenlijk ook zo'n beetje verlopen. Hij komt soms op de counter, ja. Met Messi werkt dat vaak. Oké, vrije trap krijgen we mee. Even kijken of we hem goed kunnen indraaien in de pot. Mertens. Verse kracht natuurlijk. Goeie paas, ja. En ja hoor, duikelbal van Thomas Vermaelen. We gaan aan de leiding. Eindelijk weer een keertje, 4-3. En wat een mooie vrije trap van Mertens en Vermaelen. Komt precies goed. Het zijn echt gewoon die vrije trappen. Hij gaat over alles en iedereen heen. Keeper kan natuurlijk hier niks tegen doen. Heel lastig te verdedigen. Goed door Daryl, Jan Maat. Ja, oké, daar gaat Benteke. Benteke. En Lukaku. Ja hoor. 5-3. Dit moet wel de winnende zijn. Benteke. En uiteindelijk de rebound voor Romelu Lukaku. Howard kon niet meer handelen. Team, gewoon waar we het nu tegen spelen. Hij is gewoon echt kapot gespeeld. We hebben hem gewoon kapot gespeeld. Fysiek kan hij het niet meer aan. Hij heeft nog een verlenging eruit weten te halen. Dat is een maximale voor hem. Maar nu moet hij toch echt lossen. En wij gaan nog gewoon lekker door hoor. Wij zijn al lang niet klaar. Lukaku, huppakee. Precies, 6-3. Gaan we nou even 10 maken anders. Nee, kijk. Nu moet ik niet te gek doen. En hier gaat Benteke.
En nu ook Benteke weer. 7-3. Hij is echt gewoon klaar. Hij is echt helemaal klaar. Hij moet gewoon aflossen. Ja, zijn verlenging. Ik weet niet of hij ook al veel had gewisseld. Wij hadden natuurlijk ook gewoon zoveel mogelijk gewisseld. Het helpt altijd in zo'n verlenging. Lullig voor hem, want hij wil natuurlijk ook gewoon graag winnen. En dan word je nog op het laatste. Ja, dat is pijnlijk, pijnlijk. Maar niet voor ons, want wij gaan door. Ah joh, scheids, fluit maar af, precies. Oké jongens, 7-3 gewonnen. Het gaat echt hartstikke lekker. Betekken, betekken. Eigen goal nog van Dante trouwens. Lek veel gescoord gewoon weer. Heerlijk. We gaan dus door. 811 munten weer. We gaan dus naar de halve finale. Met België blijkt het gewoon altijd te lukken. Maar nu hebben we natuurlijk België en Nederland gemixt. Gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik had niet verwacht dat het zo goed ging. Grote uitslagen, veel goals. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. Laten we hopen dat de halve finale ook weer zo mooi wordt. En de finale hopelijk dan ook dat we daar komen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Al vond je nou een leuke aflevering. Geef dan een duimpje en dan zie ik je de volgende keer. Later.